De minister van Financiën, Gilmour Hoefdraad, is naar zijn zeggen niet onder de indruk van het verzoek van de procureur-generaal gedaan aan de Nationale Assemblée om hem in staat van beschuldiging te stellen. In een persbericht van het Nationaal Informatieinstituut laat Hoefdraad weten zich niet te laten afleiden. Hij geeft aan dat de PG zijn werk moet doen. Mijn main focus en prioriteit zijn het volk van Suriname te redden uit de acute nood, aldus Hoefdraad. Voorts zegt hij zich niet te laten afleiden van de belangrijke verantwoordelijkheid die op zijn schouders is gelegd door de president inzake het COVID-19-fonds dat nog opgezet moet worden. Dit fonds moet namelijk de economische en sociale gevolgen van de coronacrisis opvangen. Volgens de bewindsman zal de president binnenkort de maatregelen hieromtrent aankondigen. En in een ander persbericht komt de advocaat van Hoefdraad, Frank Truideman, ook uit. Hij geeft aan dat het erop lijkt dat de PG in aanvaring komt met de rechtsstaat. Volgens Truideman heeft de procureur-generaal nu pas de juiste procedure toegepast, nu hij de Nationale Assemblée heeft verzocht de minister van Financiën in staat van beschuldiging te stellen. Eerder had de advocaat via een politieinspecteur een schrijven ontvangen waarin de PG had aangegeven de minister als verdachte te willen horen inzake het onderzoek naar gepleegde malversaties. Het vervolgingsmonopolie van gewezen en niet-politieke ambtsdragers op grond van de wet in staat van beschuldigingstelling en vervolging, politieke ambtsdragers van 18 oktober 2001, ligt bij de Nationale Assemblée en niet bij het Openbaar Ministerie, betoogt Truideman. Het Openbaar Ministerie heeft daarna volgens hem de fout gecorrigeerd. Hij wijst er verder op dat de Nationale Assemblée enkel moet bepalen of de vervolging van zo'n functionaris in politiek-bestuurlijk opzicht in het algemeen belang moet worden geacht. Indien de Nationale Assemblée oordeelt dat de vervolging van de politieke ambtsdrager niet in het algemeen belang is, dan is er volgens Truideman geen vervolgingsrecht.